Hey, ik neem jullie vandaag mee in de wonderenwereld van Winestein. Nee, niet die smeerlap. Winestein is een app die de perfecte wijn zoekt bij jouw gerecht. En waar beter de ultieme proef op de sommelier te nemen dan bij Rons Gastrobar. Jasper! Hey man. Ja, we gaan het doen, hè? Is Ron er zelf ook vandaag? Ron is er ook vandaag. Goeiedag. Hey, wat doen we hier vandaag? We gaan vandaag Winestein laten zien. En laten testen allemaal vaste gasten van mij en vrienden. We gaan Winestein testen in Rons Gastrobar. De spelregels zijn als volgt. We eten in 3 rondes verschillende gerechten. Bij iedere ronde worden 2 wijnen geschonken, geadviseerd door Winestein. Eentje is volgens Winestein een goede match. En eentje is volgens Winestein een hele goede match. Aan Ron en zijn vrienden om het verschil te proeven. Cheers! Kun je mij nog één keer gaan vertellen wat we gaan eten? Zeker wel. We hebben een graflax gemarineerde zalm. We hebben een kabeljauw gehad met gepofte wilde rijst. Vervolgens nog een paling met makreel. Welke wijn is dat lekker? De Grüne Veltliner. Die is echt even wat lichter. Ja. En we hebben erbij ook nog een La Rosa, dat is een Portugese. Die is even wat zwaarder. Nou, we gaan het even testen. Oh. Volgens mij vond iedereen de wijn van Winestein wel het beste. Ja. Ik vind deze het mooiste bij deze. Dit klep? Deze. Ik ben het helemaal met deze heren eens. Deze is heel goed bij deze. Het is een beetje als mijn massage van het einde van de dag. Fantastisch. En nu? Ronde? Ronde 2. Ronde 2. Ja. Bij een steentje. We hebben een steekkataren met tapiokaparrels gemarineerd met zoete mesbeek. Ja. We hebben nog kalfshersentjes met verschillende bereidingen van prei. Ja. En we hebben nog stoof van ossenstaart gehad met schuim van oude kaas. En we drinken daarbij Merlot uit Noord-Amerika, Columbia Valley, Two Wines. Ja. En we hebben nog Rosso di Montalcino van Antinori. Twee keer knipperen als de eerste de lekkerste is. Hey, wat vond je voor de tweede ronde? Nou, ik dacht in eerste instantie, stoelbij was deze, maar ik ga niet voor deze. Ja, maar Merlot is het lekkerst als je hem drinkt zonder dekking, want die is veel lekkerder. En dan drink je dit en dan denk je, die was het mooiste bij alle gerechten. Maar normaal had ik dit nooit besteld. Ja, deze 100%. Dus verrast de Winestein? Enorm. Echt enorm. Ik ben heel verrast, ja. Tijd voor de derde ronde. Jij wil graag de spelers met de zandbal. En jij zegt dat er geen wijn bij gevonden kan worden. Nou, vriend, hou dat toch op, jongen. Ik kan me niet voorstellen dat je ver over hebt. Nou, echt? Ja, dat was spannend. Dus, wat vinden we van Winesteins advies? Heel goed! Ongelooflijk, man. De witte wijn die overeind blijft bij sambal. Heel goed! Geweldig. Love it. Wat vonden jullie nou van de app, jongens? Heel goed! Een fantastische app, natuurlijk. Ik denk dat je het voor interactieve een hele hoop mensen mee verrassen. Duimpje omhoog voor de Winestein, of niet? Ja, hey, 2 duimen.